Mediaopvoeding. Grappig gezicht, zo'n kleintje in de weer met de tablet of de smartphone. Maar hoe zit het eigenlijk met het gebruik van media? Leert een kind ervan? Is het verstandig om media aan te bieden? En hoe dan? Jonge kinderen houden van heldere kleuren en bewegende beelden. Geen wonder dat ze jouw tablet of smartphone met interesse bekijken. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van digitale media vrij snel gaan, is er nog weinig bekend van het effect op jonge kinderen. Dit wordt onderzocht. Het is niet erg om je kind kennis te laten maken met media. Maar jeugdartsen adviseren om het gebruik te beperken. Waarom is dat eigenlijk? Babytjes leren door het contact met hun ouders en de omgeving. Eigenlijk van wat zij horen, zien en voelen. Digitale media, maar ook de televisie, voegen hier niets aan toe. Kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar leren vooral door lekker bezig te zijn en flink te bewegen. Door gezellig met jou te kletsen over alles wat ze zien en natuurlijk door de boekjes die jij voorleest. Als je media aanbiedt op deze leeftijd, is een paar minuutjes per dag meer dan voldoende. Bij jonge kinderen gaat het er bij het gebruik van pc, tablet en smartphone vooral om dat zij er plezier aan beleven. Vanaf 2 jaar kan een kind leren van de programma's op jouw tablet of smartphone als je het samen doet en erover praat. Zonder begeleiding heeft media ook op deze leeftijd geen meerwaarde. Wil jij meer weten over het gebruik van media bij jonge kinderen? Kijk dan eens op de sites van mediaopvoeding.nl of mediasmarties.nl en digidreumes.nl. Hier vind je naast informatie over de ontwikkeling van je kind, actuele en voor jouw kind geschikte apps en programma's. Informeer ook eens bij jouw consultatiebureau of ze voorlichtingsavonden organiseren over dit onderwerp. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de website groterworden.nl of het consultatiebureau bij jou in de buurt.